Ik ben Willy Raamdonk en ik werk iets meer dan 38 jaar bij Barry Callebaut. Ik heb in die 38 jaar al van alles mogen doen, gaande van productie, onderhoud, zelfs 6 jaar Human Resources, vroeger nog personeelsdienst, sinds 1999 eigenlijk in de supply chain terechtgekomen. En eigenlijk sinds 2016 een zeer mooie nieuwe uitdaging op mijn pad, zeg maar meewerken tot de realisatie van ons brand new Global Distribution Center. Goedemorgen, ça va? Ik kom dan toe in Lokeren en ik doe mijn tour in het magazijn. En ik spreek met de teamleads, ik spreek met operatoren. Ricardo, is dan alles in orde? Ik zal een keer checken, bellen mee. Ja. Goed, morgen jongens. Ik probeer te kijken of dat alle zaken voor die dag onder controle zijn. Zijn we mee, lopen we achter, wat moeten we doen? Dus eigenlijk probeer ik een gevoel te krijgen van hoe gaat de dag eruit zien. Vrij algemeen, ik spreek met heel veel mensen. Om daarna meestal met het lokale managementteam iets dieper in te gaan op wat moeten we vandaag nog verder doen, wat zijn de uitdagingen voor de komende zaken, waar zitten we budgetair, welke projecten zijn we bezig, dat soort zaken. Ik weet niet of je dat weet, Jos, maar we hebben niets gebouwd in Lokeren en we proberen dat nu te runnen. Ons Global Distribution Center is synoniem voor wat Barry Callebaut de komende jaren nodig heeft om op vlak van efficiëntie, service, groei de nodige dingen te kunnen realiseren. Maar we zijn nog een stap verder gegaan. Als je in het magazijn rondloopt, dan zie je dat dit gebouw gebouwd is rond zijn mensen. Invallend natuurlijk licht, het scheiden van vrachtverkeer met personenwagens, toegankelijkheid voor mensen met anders validen bijvoorbeeld. En misschien het meest voor de hand liggende, dat is sustainability, duurzaamheid. Hè. Dus dit gebouw is energie-neutraal. Dus we zijn zeer fier dat we niet alleen een gebouw neergezet hebben, maar we hebben zelfs een gebouw neergezet volgens de BREEAM Outstanding Score. We zijn er heel trots op. Het gebouw gaat er veel langer staan dan de periode die ik binnen Barry Callebaut nog te gaan heb. Ik loop zo stilaan op het einde van mijn carrière. Maar je moet dat zien in de context van, wij hebben het ongelooflijke voordeel gehad binnen Barry Callebaut. En dat is niet zo vanzelfsprekend in een beursgenoteerd bedrijf, dat we 12 tot 15 jaar vooruit konden kijken. We hebben de modernste technologie. We hebben de plaats. Ik bedoel, we hebben een capaciteit van 125.000 paletplaatsen. Wij zijn strategisch goed gelegen in het hart van onze klanten. Dus we zeggen van laat de volumes maar komen. Wij zijn gestaafd en wij hebben het equipment om dat op de meest efficiënte manier te doen. Heb je bogus mee, Annelien? Daar zit u bij. Er zijn een aantal mensen binnen Barry Callebaut die mij de Willy Wonka noemen van Callebaut. Ik beschouw dat als een compliment. Ik weet over heel veel dingen iets, maar ik ben in weinig dingen een specialist. Ik ben heel blij dat ik verschillende dingen heb mogen doen. Ik heb ook het gevoel voor mezelf dat ik het maximale heb kunnen etaleren binnen Barry Callebaut. En ik denk toch wel dat ik een aantal mensen binnen Barry Callebaut ook heb kunnen enthousiasmeren. Overal heb ik een groot gevoel van contentement over de dingen die ik heb mogen doen voor Barry Callebaut.